Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag een hele drukke dag geweest. Het is ook mega warm geweest. Dus naar mijn idee denk ik zelfs al de warmste dag van het jaar, niet? Ja, dat kan heel goed. Denk het wel. Het was vandaag toch 37, 38 graden in de schaduw. Het was echt puffen en zweten. Zeker ook nog een keer met een mondkapje. Een mondkapje op. Maar dat soms niet goed denk ik. Het gaat precies een beetje onder. Ja. Dus ook dan nog met dan ook nog eens als mondkapje op. Dat is echt nog eens extra benauwend. Maar het is nu 6:30. De zaak is net afgesloten. De laatste klanten zijn net weg. En het is vandaag een speciale dag, want mijn mama is jarig. En we gaan dus dadelijk haar verjaardag vieren bij hun thuis. Ze hebben ergens eten besteld. En dan gaan we dat gezellig met onze bubbel opeten. En even genieten en feesten voor mijn mama's verjaardag. En heb je een cadeaubon mee? Ja. Alles mee. Oké. Dan kunnen we gaan. Alles mee. En hier zit ze dan, de jarige mama. Hallo. Hoe voel je je? Wat me voel? Ja. Jarig? Oud. Oh, oud. Nee. Oh. Ik ben nog niet oud. En hoeveel jaar ben je nu geworden? Zeg, dat vallen we nou toch niet op. Volgens mij ben je 40 jaar geworden. Ja, dat zal wel een beetje meer zijn. 18? Ah oh, ja, sorry. Nee. Ja. Dat is een geheim. Nee, het is okay. Omgedraaid. Yo. Oh. En ik kan altijd zeggen, dat is allemaal goed. Ja. Maar hoe voel je je vandaag? Voel je je nu anders? Nee. Helemaal niet? Nee. Niet jarig ook niet? Wel. Leuk als jullie allemaal komt, dat heb je allemaal gezien, maar leuke cadeautjes gekregen. En lekker dessertjes kunt eten zonder dat je je schuldig moet voelen nu. Ja, ook al. Ja. Ja. Het is dat. Allee. Mijn cadeautjes. Maar vooral jullie zijn allemaal mijn grootste cadeautje. Oh, wat mooi. Echt Tom. We hebben nog niet gezongen, hè? Ah ja, nee. Begin jij? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in corona. In corona. In corona. Hey, Pip Pip. Hoera! Hoera! Dat is toch leuk, hè? De kindjes hebben het straks gezongen, want Roan zijn feestje was vandaag gefeest op school. Ja? Zijn verjaardagsfeestje, met die eind juli verjaard. En daar was vandaag een feestje van geweest, dan is ook gezongen. En dan was hem dat straks voor u aan het zingen? Was hem straks daar aan het zingen. En dan is kersten en Torben dan mee gezongen. Ah ja, ja. En was dat eigenlijk, beter als hoe dat wij hebben gezongen? Of was dat... De kleinkindjes zong was eigenlijk mooi. Al lichtschattiger, ja, dat vind ik een goeie. Ja, dat ja. Wel. Ja. Nee, heel lief is jullie dan. Oké, gelukkig. Ja. Mensen, lief, we zijn terug thuis. Maar uw woon is toch, dat is hier precies een sauna. 33 graden. 33 graden bij ons binnen, dat is echt veel te warm. We moeten ook nog fitnessoefeningen doen, maar we gaan het, ja, we gaan... Buiten. Ah, ja, dat kunnen we doen. Ik dacht al voor te skippen, maar nee, we kunnen het ook gewoon buiten doen. Op ons terras, ja, waarom niet? We gaan de matjes buiten leggen, want hier binnen houden we het gewoon niet vol. Dat was leuk bij je mama, hè? Ja, kijk toch. Ja, het was wel een pak beter, wel een pak frisser daar, maar ja, we hebben ook vooral op het terras gezeten, maar toch. Ah, my zeg, zo warm. Even alles goed openzetten, dat is heel erg goed. Ik kan het hier goed verluchten. Onze workout zit erop. Het was ook wel een keertje eigenlijk fijn om dat zo in onze tuin te doen. Ik heb net boven al onze planten water gegeven op ons privéterrasje. En Jero is momenteel beneden om 11:15 in zijn pyjama bezig om onze tuin beneden water te geven en te voeden. Het is echt wel keitof om zo'n mooie tuin te hebben, maar het vraagt ook echt wel nog wel voldoende verzorging en water. En, dus we zijn er toch nog wel vrij hard mee bezig. Kijk, onze palmboom die wordt gevoed met de rozenkorrel. Straks gaan ook nog alle buxussen gevoed worden met een speciaal buxusproduct. En krijgen alle plantjes ook nog water. Nou, dat is heel wat klusje, want als je zo kijkt, eigenlijk heel erg, we hebben hier echt heel erg veel planten en bloemen in ons terrasje. Lukt het? Ja. Ja? En terwijl jij onze planten beneden verzorgt, ga ik hier nu eventjes boven nog heel even kort televisie kijken.
denk nog zo'n 20 minuutjes, een half uurtje. En dan zullen we wel samen klaar zijn. En kruipen we weer in ons bedje. Want morgen is het weer een nieuwe dag. En het zal een drukke dag worden. En opnieuw een warme dag. Dus ja, beloofd wel. Wij zien jou heel graag terug morgen. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.